Beetje bij beetje worden steeds meer winkels in de Eindhovense binnenstad dichtgetimmerd. Ondernemers zetten zich schrap voor mogelijk nieuwe rellen in de stad. En dus nemen ze het zekere voor het onzekere. Soms gaan er geen planken tegen de gevel, maar worden er wel andere voorzorgsmaatregelen getroffen. Ik zorg wel dat de etalage leeg blijft. En daarnaast is het ook vrij ingewikkeld met die natuursteen om daar hout tegen te monteren. Dus nee, vooralsnog laat ik het zo. Zondag werden veel winkelruiten gesloopt in het centrum. De schrik zit er dus goed in, want het kan zomaar weer gebeuren. Ik kan 's nachts bekend niet slapen, hè. Je kijkt en we hebben wel camerabeelden. Ja, en dan staat er weer op, loopt er een keer door de kamer en dan kijkt hij weer even op de camerabeelden of er niks aan de hand is. Ik stond in principe tussen die railschoppers. En op de een of andere manier verstijfde ik en zag ik van alles gebeuren. Maar dat is zo bizar dat je inderdaad, wat ik zeg, gewoon verstijft. Volgens politie en gemeente kunnen er zomaar opnieuw rellen uitbreken. In de stad zijn deze weken dan ook extra agenten op de been.